Kikkers, en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remers, jawel. Het wordt weer al vandaag gewoon een korte vlog. En hier ben ik terug, hoi. Ja, ik moest mijn deur nog sluiten, mensen. Dat moet ook gebeuren voor de veiligheid, dat hier niet in één keer iemand plots in mijn woonkamer staat. Hè. Dat heb ik ook niet graag. Nee. Awel, wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Jullie gaan het hoogstwaarschijnlijk zeggen, niet veel. Maar ik heb wel iets gedaan. Maar wat? Ik wil even wat fun doen. Maar wat? Dat is gewoon bussen bestickerd. Voilà! Wauw! Ik ben al helemaal rond. Voilà, zeg salukes, yo. Nee. Daar is ook nog iets wat ik ook nog wil melden. Hopelijk heb ik eindelijk een slag thuis gehaald. Ik ga jullie even meenemen. Jullie zien die lichtpaal. Ja, die staat ietsjes te ver gekanteld ook naar mijn slaapkamerraam toe. Die gaan ze iets verder nu richting de straatkant ook nog zetten. En ook iets verder dimmen. Want ik heb die, want toen ik thuis kwam, per geluk, zeg ik ook nog, dat die ook nog hier waren. Hier was ook gemeente Alken aanwezig. En daar waren mensen die ook het groen en al deden. En die staan ook in voor straatverlichtingen en al. Dus die gaan dat nu ook doorgeven aan de collega's. Als ze deze hier dan even wat kunnen bijstellen en wat feller dimmen. Niet helemaal uit, dat heb ik niet gevraagd. Het moet niet uit, maar ik heb wel gevraagd als ze die iets feller kunnen dimmen. Dus wat betekent dimmen? Ik zal het dus even ook eens uitleggen. De mensen die dat niet snappen wat dimmen betekent, dat is verlichting iets minder hard zetten. Voilà. Als ik het goed heb kunnen uitleggen. Dus dimmen is iets lager zetten. Hey, dimmen ze wat? Hé, dimmen ze wat? Godverdomme man, dimmen ze wat? Voilà, daar heb ik ook het woordje dimmen. Voilà. Dus dimmen betekent ook van, hou je ook wat rustig. Dus alles naar omlaag halen. Dus zowel verlichtingen wat omlaag halen, dus de sterkte. Ofwel uw stem. Dimmen. Oké. Dus stemdimmen heb je ook daarin. Wat heb je nog? Ik weet het niet. Dat was een pen. Fuck you. Fuck you very, 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 very much. Nu trek vertrekken. Oké. Okay. Ja. Maar eerst even mailcheck doen. Mailcheck. En ik ga ook sowieso zeggen, één mail, ja, of twee mails krijg ik niet via mijn werk aan. Dat is gewoon info@cyclotv.be of dimitri.remers@cyclotv.be. Alles wat met @cyclotv.be te maken heeft, daar krijg ik niet aan tijdens mijn werkuren. Dan heb ik mijn Gmail, yeah. Dus maar, zo gelijk ook de belangrijke mails, die komen @cyclotv.be binnen. Dus dan gaan we eens even ook eens kijken. Als ik leuke mails heb binnengekregen. Want ik moet echt direct vertrekken naar mijn psychiatergesprek. Eens kijken. Oei, ik word opgebeld. Oh, toch mijn schatje. Dus ik ga jullie even laten. Ja, ik heb even het telefoongesprek is nu volledig gedaan. Ja. Ik heb ook nog een geweldige mail binnengekregen van mijn psychiater dat het ook het gesprek vandaag niet doorgaat. En die heeft gemaild om 10:53. Maar dan ben ik aan het werk. En stel dat ik er nu stond. Goed dat ik het lees. Oké, maar maakt niet uit.
Ja. Oké, voor de rest is het nog niet veel binnengekomen. Dankjewel, Peepost, om mijn pakketje in de gemeenschappelijke ruimte te leggen. Ik had liever gehad dat jullie die terug gewoon meenamen en dat ik dat dan ginder kon ophalen. Vind nog altijd. Dat is nog altijd het veiligste, vind ik. Dat dan niemand, alleen maar van de Bipo's-mensen, daaraan kan. Hier kan iedereen eraan. Dus ik kon een pakje kwijt zijn gespeeld. Oh. Ja. Ja. Hier zitten we dan, hè. Niet leuk. Niet leuk. Niet leuk. Godverdomme, hè. Sorry van het gevloek. Mag eigenlijk niet vloeken. Ja, wil je de prullenmand permanent leegmaken? Ja, natuurlijk wil ik de prullenmand leegmaken. Wat ik ook nog binnenkort eens ga doen. Ik ga alweer al mijn freeware copyright music deleten op mijn computer. En dan ga ik die weer een week lang aan het downloaden zetten. En allemaal freeware copyright music terug downloaden. Dat ik terug wat bij ben. In de juiste, zeg het, de YouTube-kanalen die dan ook gratis muziek ook uitzenden. En van die muziek gebruik ik dan ook telkens keer in mijn vlogs, bijvoorbeeld in een timeslap of iets anders, of bijvoorbeeld met gamen. Dus ja. Wat ik ook binnenkort eens ga doen, is ook een livestream gaan doen. Denk een 24-uur livestream. Niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, niet vier keer, niet vijf keer, niet zes keer, niet zeven keer, niet acht keer, niet negen keer. Maar wel hoogstwaarschijnlijk 10 keren met 24 uur freeware copyright music. Ik weet dat ik dan daar copyright claims ga opkrijgen van bepaalde muziekstukken. Die kan ik er dan ook uitknippen. En dan kan ik dat bijvoorbeeld zo'n 24 uur. Nee, ik moet dat per 12 uur. Dus zo'n livestream van 12 uur, dan 10 maal. Dat zijn 5 dagen waar ik dan aan het livestreamen ben. Dan kan ik daar ook de muziek dan ertussen uitknippen, die copyrighted zijn. En bijvoorbeeld als ik dan ook Eurotrick Simulator of zo aan het spelen ben, dan kan ik dat van mijn eigen computer laten afspelen. En moet ik dat niet in Streamlabs zelf laten afspelen. Voilà. Ik hoop dat jullie wat informatie genoeg hebben. Ik ga. Ja, wat rusten nu dan, hè? Geweldig. 10:53 uur. Oké, ja. Mensen, daar denk ik nu ook juist aan. Zaterdag, dus deze vlog komt vrijdag online. Dus zaterdag speelt België opnieuw tegen. Oh my god, echt waar. België tegen. Eens even kijken. Tegen Roemenië. Wat zijn jullie pronostieken? Hoe moet ik het zeggen? Mijn pronostiek van België tegen Roemenië. Hoeveel zeggen ze dat daar de winstkans is?
Winstkans 64,8%. Gelijkspel 20,9%. En dat Roemenië gaat winnen is het 14,3%. Maar ik dat... Allee, ik ben zo terug. Voilà, weer al het telefoontje beëindigd. Dus waar was ik mee bezig? Ah ja, van het EK van België. België. Dus ja, oké. Eens even kijken. Ze moesten tegen Roemenië. Daar was ik over bezig. Met die winstkansen. Ja, ze gelijk ook de seizoensstatistieken zijn. Dus doelpogingen voor België 5. En voor Roemenië ook 5. Gele kaarten heeft België zaten aan de kop met 3 gele kaarten en Roemenië maar met 1. Corners die zijn genomen voor België 5 en voor Roemenië 4. Totaal aantal schoten, dat is wel veel hoor. 16 al voor België en 9 voor Roemenië. Dus het is eigenlijk altijd Roemenië die echt aan de lage kant staat. En dan buitenspel 2. Maar wie de opstelling gaat zijn, dat weet ik niet. En wie er allemaal gaat spelen, daar hou ik mij echt niet mee bezig. Dus ziet er echt heel goed uit. Ziet er echt mooi uit. Dus gelijk, ja, wij zitten in groep E. Roemenië staat dus aan kop met 3 punten. Gevolgd door Slowakije ook met 3 punten. Gevolgd door België met 0 punten. En dan gevolgd door Oekraïne met 0 punten. Ja. Het gaat niet goed in onze groep met België. Maar hopelijk scoren ze te zaterdag. Hoi, 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 hoi. België. 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 I love it. Wacht, hè. YouTube. Wacht, hè. Ik ga eens even iets proberen. Dit. Dan moet ik bepaalde dingen nog gewoon veranderen hier aan de computer. België. Ja, YouTube. België, EK-lied 2024, dat is deze keer van Wunderbar. Oh my god. Oh, dat is reclame eerst. Oh, van 4, 3, 2, 1, ja, het is gedaan. Zo, dus, ik wil gewoon eens luisteren, hè. Oh my god, Bartje! Volledig plan. Goed. Perfect. Have fun, dames en heren. Vind de boucan. Laat u horen! Oh my god. Oh my fucking god. Wunderbar! Die ga ik zelfs dus beluisteren. Echt waar. Dus hopelijk winnen ze. Mijn pronostiek is nog altijd België 2 toepunten voor Roemenië 0. Allee, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet die onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlogvideo of een livestream of een short movie is. En nu ga ik naar Wunderbar, de official Belgian Atem voor Euro 2024 in Germany. Red Devils. Bekijken en beluisteren. Voor de rest zeg ik altijd, als altijd, yo, 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 yo. Zo mensen, ik ga hier nog even naar Hoesel toe en terug. Dus van hieruit naar Hoesel, van Hoesel naar Hasselt, van Hasselt naar hier terug. Allee.
En dan zit mijn dag er echt helemaal op. Dat wou ik er nog even bij melden bij mijn vlog. Voilà. Allee, tot straks allemaal. Tot straks. Tot morgen allemaal. Joe.